Goedendag. Je kijkt naar het weerbericht van zondag 2 juni van weerplaza. Het is vandaag vrij zonnig. De temperatuur stijgt met veel zonneschijn snel. Aan het einde van de ochtend ligt de temperatuur tussen de 24 en de 26 graden. Daarbij waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Vanmiddag kan het nog heter, met in het noordwesten 28 graden en verder landinwaarts 30 tot 32 graden. Daarmee hebben we de eerste tropische dag van dit jaar en is het bovendien voor 2 juni record warm. Van het westen uit wordt het vanavond al snel minder warm, 20 graden. Landinwaarts kan het nog lang warm blijven, bij 25 of 26 graden. Zeer lokaal is kans op een enkele bui. Morgen in de ochtenduren vallen verspreid over het land een paar buien. In de middag blijft het vaker droog, met 19 tot 23 graden is het dan minder warm. Dinsdag, woensdag en donderdag is het erg wisselvallig met de grootste kans op stevige buien voor de woensdag. En de temperatuur die ligt een stuk lager. Op dinsdag kan het nog wel warm worden, maar woensdag en donderdag wordt het hooguit 23 graden. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.